Van harte welkom in de studio van TV 11 van Oetemert in Linn. Hier neven mij mijn zeer gewaardeerde vriend Fons. Fons, wat is je deze week een bijzonder opgevallen? Ja, mij valt van alles op, maar deze week natuurlijk de verkiezingen, de statenverkiezingen. En wat mij vooral opvalt is dat we het allemaal niet over de staten gehad hebben, niet over de waterschappen. Maar we hebben het een beetje landelijk allemaal toegespitst en met ook een wonderlijke uitkomst. Ja, mij is in ieder geval opgevallen en waarom dat ze de Baudet eigenlijk zoveel stemmen kreeg. Daar vult mij dan op. Ik heb zien staan, dit is eigenlijk het kabinet wat van u hebben, dus net de fabeltjeskrant. Well, en dan zorg je dat ze straks een wijze uil hebben. En dan denk ik dat ze wel het stumkes te bieken. Dat geeft ook op, maar het wordt niet veel verandering. En of dat nu Baudet is of weet ik wat wie, of dat nu de uil is of Montfort de Mol. Of ik weet niet of ze er allemaal op zitten. Wim zit hier? Zit er net? Montfort de Mol, fabeltjeskrant figuur. Ja, zit er dan? Ja, weet ik niet. Nee, zit er niet. Maar overigens, dat is de uil, hè? Niet de, dat is een namaakuil. Het is toch een koekoek. Maar ja. Jong, dat is meneer de uil. Oké, dan geeft dat maar het kabinet, dat ze dan koekoek zitten, maar de echte ja, maar uil. Dit is voor het kabinet, ja. De echte wijze uil, daar zit hij aan de tafel. Ja. Goed voor ons, op gelijk. Maar met een verkoord moesten die nooit met strijden, want het ging niet werken. Een van de gasten van vandaag is Emiel Muller. Ik ben heel blij dat we Emiel hier hebben. We hadden het over de verkiezingen en een van de onderwerpen hoe het kabinet, hoe het publiek van vindt dat het flauwekul, hoe het kabinet het aanpakt, is de hele stelling rondom het klimaat verandert. En we moeten allerlei maatregelen nemen om die verandering van het klimaat tegen te gaan. En heel veel mensen vragen zich af, is dat wel zo? Of is dat een fake verhaal? Wie heeft dat bedacht dat het klimaat verandert? Ja, of het klimaat verandert altijd al, door alle eeuwen heen, door alle honderdduizenden jaren ja, heen. Ja, wat mij dan opviel in de vorige verkiezingen, dus de landelijke verkiezingen, hebben die al die partijen ten eerder over gehad. En nu in één keer kunnen we dat opduiken. Ja, maar iedereen heeft het erover, omdat het ook, ja, gewoon, het wordt betwijfeld wat die overheid zegt. Die overheid die is niet meer echt betrouwbaar. Niemand gelooft, of weinig mensen geloven nog in die overheid. Hè. Emiel is in ervaringsdeskundige zou ik zeggen. Emiel heeft in zijn eigen leven mogen ervaren hoe sterk die machten zijn die wij niet zien. En hij heeft op een gegeven moment zichzelf herkregen en hervonden en is daar een boek over gaan schrijven. Hoe kan het zijn dat dat allemaal zo in elkaar zit? Hoe kan het zijn dat we die wereld niet veranderd krijgen? Het boekje is een aantal honderden pagina's groot, maar daarachter zit ook nog 80.000 pagina's wat op het internet te vinden zijn, hoe er allemaal gekeken werd. Emiel, welkom. Hoe kan het? Nou, eerst maar het klimaat. Wat vind je ervan, van zo'n stelling van de overheid? Jij gelooft dat natuurlijk direct, dat het klimaat verandert en dat we dat kunnen tegengaan. Nee, we kunnen het niet tegengaan. Ik zou willen zeggen dat het klimaatdebat is eigenlijk een kunstmatig gecreëerd verdienmodel. Je hebt de Eerste Wereldoorlog gehad, die is gemaakt door de bankiers, de Tweede ook. Vietnam. Tot voor kort hadden we het militair-industriële complex, verdienmodel. Er is trouwens afgesproken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog dat verdienmodel zou worden gestart. En dat liep een beetje. Wat bedoel je met dat verdienmodel? Nou, kijk, de bankiers, die hebben een soort machtspyramide. En bovenin heb je de financiële elite, de Rockefellers en de Warburgs en de Rothschilds. Dat soort figuren, daar zitten nog een aantal lagen boven, maar goed. Die hebben controle over de Bank of International Settlements in Basel. Daaronder zitten centrale banken. En dan krijg je de grote bedrijven, Exxon, Shell, dat soort bedrijven. En daaronder krijg je overheden. En wij denken, nou, dat is heel indrukwekkend dat wij mogen stemmen en dat daaronder beslissingen worden genomen. Dat is eigenlijk een soort doorgeefluik. Klimaatverandering is gewoon een soort door spindokters in elkaar gezet verhaal om de einde van het militair-industriële complex, dat is de grote winstmarge die daarin waren, te vervangen door het klimaat-industriële complex. Oh, wacht, het gaat me even wat te snel. Je zegt het einde van het
militaire... Industriële complex. Complex. Ja. Dat houdt op? Nee, dat houdt niet op. Er komt er eentje bij, zullen we zeggen. Want die heeft zijn hoogtepunt gehad. Er komt nu een klimaat-industrieel complex. En dat mondt straks uit. De agenda 2030. Daar moeten we allemaal echt enorm mee doen. Wat je eigenlijk zegt is, het klimaat wordt nu wereldwijd gezien als een soort verdienmodel. Daar kunnen we geld aan verdienen. Ja, tuurlijk. Dus gaan we met z'n allen maar zeggen, het klimaat, we moeten dat tegenhouden. Wat er ook een voorbeeld van is, dat is Brexit. Brexit, dat is gefinancierd, dat hele verhaal van tevoren, door bankiers. Ja. Dat Engeland te oedsel stappen. Ja. Dat is ook weer zo'n ding. Het is allemaal verdienmodellen. Ja, dat zijn verdienmodellen. Want elke Engelander die nu op dit moment heeft al 900 pond strop per maand. Maar per maand en hoe lang? Ja, wat gaat er gebeuren eigenlijk? Soms moest het er investeren in. Het gaat dus investeren, want het wordt later beter. Ja, of dat beter werd, dat verlies voor ons. Denk je dat Brexit dezelfde model is als jij het over hebt? Ik denk, ik heb het niet bestudeerd, maar in grote lijnen is dat heel goed mogelijk. Als je, zo heet het, follow the money. Dat geldt ook voor de klimaatskeptici en de klimaatveranderingsvoorstanders, zullen we maar zeggen. Ja. Als je het geld volgt, de belangen volgt van degene die dat met zoveel aplomb voorstaan, kom je meestal uit dat het belang is. Ze hebben misschien een mooi commissariaat in het vooruitzicht, of ze worden nu al betaald door hun eigen nestjes, zullen we zeggen. Ja. Dat is een heel ontluisterend proces als je dat van dichtbij ziet. Zeker, mijn onderzoek was dat ik zelf die projecten leidde om en starten en leiden om dat te doen. En dan zie je dat bij de koffieautomaat, zie je hoe het echt werkt. En dan zie je dat de groene paragrafen en de officiële communiqués en al en beleid en wat dan niet, dat is crap. Echt, het is kort samengevat, sorry voor het woord, maar het is zo triest dat al die burgers, laatst op de Dam natuurlijk, 40.000 mensen. Nee, dat is gewoon niks waard. Het is prut. Verzonnen. Nee, het is verzonnen. Alleen, ga dat maar eens als betaalde wetenschapper zeggen, dan zet je je baan op het spel, dat doe je niet. Je vervreemdt de mensen om je heen en je vrouw zegt tegen je, Piet, kom op, dat is ons verdienmodel. Dat is onze levensstijl, dat ga je dus niet doen. En dat is heel jammer dat je ziet dat we met elkaar enorm veel geld en tijd en moeite gaan spenderen aan dingen die je niet te doen. En terwijl, kijk, mocht CO2 een probleem zijn, om het even aan te punten, dat probleem is al lang opgelost. Namelijk Desert Tech, het Duits consortium van allerlei technologiebedrijven, die heeft verzonnen dat je alle energiecentrales in Europa aan elkaar kan koppelen, alle duurzame, en dat je in de Noord-Sahara zonspiegelcentrales kan maken, concentrated solar power wordt het genoemd. En dan heb je nul emissie en je hebt als restproduct schoon drinkwater. En dan kan je in oases, kan je daar... Wacht even, dus jij beweert dat het energieprobleem, de opwekking van elektriciteit, dat een opgelost probleem kan zijn. 100%. 100%. Weet je wat er gebeurde toen Amerika in de Tweede Wereldoorlog kwam? Dat is een auto-industrie. En de president zei toen, ja, ik wil geen auto's, ik wil kanonnen en jeeps en wat dan niet nou hebben. Weet je hoe lang het duurde voordat die auto-industrie werd omgebouwd tot andere dingen maken? Hoe lang duurde dat? 3 maanden. Dus als wij willen dat die CO2 stopt, dan ga je nu aan de bak en dan ga je het regelen binnen 5 jaar is het gepiept. Ik heb het doorgelezen, ik heb het gepromoot, ik heb maar, het 5 maar, jaar maar weten geweest. Die politici dat dan? Natuurlijk, ik heb wel 100 partijen. De kranten, politieke partijen, overheden van allerlei aard en soort. En die zeggen allemaal, gaan we niet doen. Want het is ons belang niet. Wij willen dat niet. Wij hebben belang bij het CO2-verhaal. Dat hoor je bij de koffieautomaat dan. Hè? Dus het is een namaakprobleem. Maar je hebt er echt een antwoord op. En waar staat dat? Waar kunnen we dat vinden? Nou, in de 80.000 pagina's. Ik heb een uittreksel gemaakt. In het boek. Dat is het boek. Dat staat in het boek. Eigenlijk is het al die 80.000 pagina's is het boek. Ja. En de politici weten het wel, zeg je. En maar het is me toch wat te makkelijk om te zeggen, dan voeren we het maar niet door. Want ik kan me toch ook niet aan de indruk optrekken dat er ook nog wel wat oprechtheid is bij die politici en goede wil. En weet je hoe die worden genoemd hogerop in de piramide? Vertel het. Useful idiots. Useful idiots. Ja. Bruikbare idioten, Tom. Ja, tuurlijk. Wij horen dat toe, denk ik, als ik dat zo hoor. Nou, doe eens een van die gelovigen. Nee. Die gluisteren nog in de politiek? Nee, hier. Fabeltjes van de gelovigen. Fabeltjes. Hoe zouden we nou die wereld kunnen aanpakken? Veranderen. Nou, je zou kunnen maken dat het wel kan. Nou, je zou kunnen beginnen door je klassiekers af te poetsen. Bijvoorbeeld Frank Zappa. De bekende muziekmaker, ja. Die heeft bijvoorbeeld gezegd, zijn vader werkte in dat militaire-industriële complex, die heeft bijvoorbeeld gezegd dat
politics is the entertainment division of the military industrial complex. Dat moet je even vertalen voor me. Politiek is het amusements, het entertainment afdeling van het militair industriële complex. Nu kan je zeggen het klimaat industriële complex. Politiek is een lachertje qua invloed. En wij denken maar, nou dan gaan we stemmen worden, lekker belangrijk. Ja, het is heel sneu. Ik zou graag willen dat het anders was. Maar als je het bekijkt, er blijft niks van over. Gewoon vrij vertaald in mijn bewoordingen. Politiek is eigenlijk het speeltje van de militairen. Zeker. En niks anders. Nou, maar kijk, wij kijken ernaar van de onderkant. En zeggen, nou goed bezig, zegt de minister-president. En de staatssecretaris en het ministerie. Dat is een soort, het is een soort carnavalsoptocht. Nou, dat is wel weer leuk. Dus nu kunnen ze op iedereen. Dan komen we op iedereen. Ja, maar ja, goed. Toch de vraag, hoe kunnen we dat nou, veranderen? Nou, ook dat is niet moeilijk. Als de burgers met elkaar zeggen, weet je wat, wij willen graag bijvoorbeeld een CO2-vrije opwekking van energie. En die burgers met elkaar in plaats van tegen Tihange voor dit plan zijn, wat ik ook al 20 jaar heb voorgesteld bij de anti-Tihange Club, maar die zeggen, nee, ons ding... is de kerncentrale in België. Ja. En jij zegt, we moeten voor... De kerncentrale? Ja, natuurlijk, nee, ze moeten voor die oplossing, ze moeten niet tegen iets zijn. Want dan zegt iedereen, oh, boring, vervelend. Je moet mensen enthousiasmeren door iets positiefs, door een prachtig wervend eindbeeld. En dat is die centrales. Je kan CO2-vrije energieopwekking realiseren binnen 5 jaar. En dan kan je enorm veel vitaliteit en coherentie en geweldige dingen mee realiseren. En je kan dat model verkopen aan China en Amerika. Van hoe hebben die muppets het voor elkaar gekregen? Doordat je bij elkaar komt en zegt, wij zijn niet tegen die Hans, we zijn voor die energie. En dan heb je het klimaatprobleem, mocht het al bestaan, opgelost. Maar goed, verkopen aan China en Rusland, voor mij mogen ze het cadeau krijgen als ze het doen. Ja, oké, goed. Ja, toch? Dus de commerciële zender is ook echt een leuk voorzetje. Voorstanders van een schonere wereld, die willen dat toch graag cadeau geven. Oké, geef het cadeau. Maar dat snap ik. Je hebt dat gelezen, je hebt dat ook beschreven in je boek, dat systeem. Met de energieopwekking in de woestijn. Ja. Spiegels. Maar de politici doen het niet. Hoe krijgen we die politici zover dat ze dat doen? Burgers. Die bestuurders doen niks. Dat zijn gewoon. Dat zijn stroopoppen, trekpoppen. Mensen die bezig zijn met hun commissariaat in de week leggen bij de ING. Ja, daarboven zitten de denktanks. En boven die denktanks daar zitten wel de jongens. Daarom. Die politici heb je geen bal. Daar moet je omheen. Dan moet je zeggen: we the people, wij. We willen dat het beter gaat. Wij hebben kinderen, we willen dat het goed gaat met ze. En dit is de manier om dat te doen. En nou, regelen. Oké. Nou, we gaan donderdag hebben we een seminaartje in de Oldenhof. 'S middags, 4 uur. Daar gaan we het over hebben. Emiel is daar een van de gastsprekers. Hij gaat daar een bijdrage leveren. En dan zullen we het onder meer ook hierover hebben. Ik wens je ook dan veel succes en voor nu alvast bedankt voor je korte toelichting op dit Dankjewel. Moment. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Zo, we gaan heel even boodschappen doen, want TV11 is een commerciële zender en zonder de centjes van de adverteerders kunnen we niet zo'n fijn programma's maken wie heurig tegen. Toen is dat. Toen nou de reclame.